mannen die sturen van ja, wil je een nude sturen? Ja, gozer, wat denk je zo? Natuurlijk ga ik dat niet sturen. Dus denk, waarom vraag je het überhaupt? Ik ben Susanne Schulting en ik ben vandaag de gast bij Vice. Wat denken jullie van mij? Ik heb wel eens een keer tegen een hek aangetrapt. Maar voor de rest niet zoveel. Ik heb niet zoveel gesloopt. Op de wereldbekerwedstrijd in Montreal kreeg ik een penalty, dus een disqualificatie. En die vond ik vrij onterecht en die vonden mijn trainers ook vrij onterecht. Daar was ik echt pist over. Dan vloek ik even heel hard en dan trap ik een deur open, maar ik maak niks kapot. Of ik gooi een flesje water op de grond. Ik denk dat ik mensen de stuip op het lijf zou willen jagen. En wel een klote grap uithalen. Dan zou ik dat willen doen bij mijn vriend. Ja, zou ik echt prachtig vinden. 'S avonds of zo. En dan nadat we een horrorfilm hebben gekeken. En onder die kevel vandaan komen. Yo, ik ben het. Ah, dan zou ik dat gezicht. Dat zou ik echt mooi vinden. Ik heb voor de laatste keer echt hard gehuild omdat mijn opa is overleden. Ik denk dat het altijd verdrietig is als je opa of oma te komen overlijden. Waren we altijd mijn grootste supporters. Die keken elke wedstrijd en grootste fans eigenlijk wel. Toen ik goud won op de Olympische Spelen, toen zaten mijn opa en oma thuis voor de tv. En dat is opgenomen met de camera. En die beelden die zijn wel echt, ja, echt letterlijk goud waard. Want dat, het is wel heel speciaal dat ik die beelden heb. Gewoon heel veel trots. Echt trots. Gewoon tranen van geluk. Dat is wel heel mooi. Nou, ik vind sowieso mannen die sturen van ja, wil je een nude sturen? Ja, gozer, wat denk je zo? Natuurlijk ga ik dat niet sturen. Dus denk, waarom vraag je het überhaupt? En je hebt natuurlijk ooit de prijs gewonnen voor... Ja, zeg het maar. Voor de mooiste kont van Nederland. Heb je die berichtjes daar ook betrekking op? Ja, die gingen daar wel gaande op. Ja. Ja, het is toch een eer, ook wel weer. Alleen bij vrouwen is het al snel weer super seksistisch en bij mannen is het dan normaal. Terwijl ik denk, ik ben er ook gewoon trots op het lichaam wat ik heb. Ik denk niet dat ik specifiek jaloers ben, maar ik vind het af en toe, heel af en toe heb ik wel zoiets van, oh, ik zou het ook wel even misschien willen ervaren hoe het is om gewoon student te zijn en te kunnen feesten wanneer ik maar wil en lekker dansen. Ik vind dansen heel, ja, vind ik gewoon heel leuk. Hoort natuurlijk, vind ik wel, een klein drankje bij. Of meer. Gin tonic, vodka Red Bull. Ja, wel veel mixdrankjes. En op een gegeven moment kan ik aan het bier gaan. Nou, dan moet het wel laat zijn, ja. Hoe later het wordt, hoe beter. Ik was niet zo'n hele leuke puber. Ruzie maken, mijn zin doordrijven. Achteraf gezien had ik wel iets... Ja, iets liever tegen mijn ouders willen doen en iets minder opstandig willen zijn. Maar heeft me misschien ook wel gebracht waar ik nu ben. Heb je daar achteraf een sorry voor gezegd tegen je ouders? Ja, heb ik gedaan. Toen ik sportvrouw van het jaar werd, toen mocht ik speechen en toen heb ik dat zo op die manier tegen mijn ouders gezegd. Ze zijn nu heel trots en dat waren ze toen ook hoor, maar ze zijn denk ik blij dat ik nu iets minder opstandig ben. Mooi hè? Mooie afsluiting.